Zolotic, sterkste in het duel daar met Heijmans. Sidul krijgt met een beetje geluk tot bij Rangel. Hier is Casagolda, die trapt meteen. En die bal vliegt erin. Esteban Casagolda, één keer gescoord voor Heerenveen Leuven. En nu brengt hij hier Roeselare op voorsprong na 7 minuten. Aan de reactie van Koeken te zien is die bal nog afgeweken. Henkes, laag. Heijmans, Henkes, daar is Klaas. En Biebouw zag de bal niet komen. En Lommel heeft de gelijkmaker te pakken. Glenn Klaas door een bos van spelers. En Biebouw zag hem niet komen, had geen reactie meer in huis. En het staat gelijk. Van verdediger tot verdediger. En dan naar voren. Tenminste, dat is de bedoeling van Camargo. Sidul vindt Dufour. Wat ruimte. En de kans en de goal. Rangel. Bal kwam daar pal in zijn voeten. Nadat hij even geweerd werd in de Lommelse defensie. En na 10 minuten in de tweede helft staat Roeselare opnieuw op voorsprong. En het is meer dan verdiend. Meteen voor doel. En binnengekomen Neven. Het is 2-2. 2 minuten na de nieuwe voorsprong van Roeselare staat het opnieuw gelijk. 2-2 was het ook in het eerste onderling duel. Casagolda. Kolen met de kop. En Henkes ook. Ingooien Roeselare. En hier de goal. Nou, we waren nog even naar Wesley van Bellen aan het kijken. En ondertussen scoort opnieuw Arsenio Valpoort. Tweede invalbeurt, tweede goal. En 3-2 voor Roeselare. Kolen. Wat doet hij daar? Casagolda maakt er 4-2 van. Stan Kolen. Zal zijn debuut nog lang heugen. Twee keer als hij betrokken bij doelpunt 3 en 4 van Roeselare.